Welkom terug bij de vierde Beelden aan Zee vlog. Momenteel zijn we in het museum druk in opbouw voor de nieuwste tentoonstelling Façade van Igor Mitoraj. En in deze vlog kijken we wat er allemaal schuil gaat achter de façade van deze tentoonstelling. We zoomen in op het materiaal, de professionals en op de museumgeschiedenis. Eerst willen we een beter beeld krijgen van het materiaal wat een centrale positie heeft in het werk van Mitoraj, Carrara marmer. Hij past in het verleden consequent toe op het moderne heden. En wat is een betere plek dan om iets te leren over het marmer dan in de beeldhouwwinkel in Den Haag? En daar zijn we nu. Wij doen al 26 jaar, zetten we ons in voor beeldhouwers op alle gebieden van de 3D vormgeving. Dus steenbeeldhouwen, houtbeeldhouwen, maar ook met klei werken, mensen die boetseren. En mensen die met kunstharsen werken, keramisten. Want we hebben hier een heel range aan gereedschappen die van hoge kwaliteit. En die worden vaak met de hand zelfs gemaakt, door smeden bijvoorbeeld in Italië of een smid in Pakistan. En dat is wel wat we nastreven, om zowel met de klanten als met onze producenten zo'n relatie op te bouwen dat je het eigenlijk met elkaar doet. En dus deze winkel is van en door de klanten ook. Omdat we zelf beeldhouwers zijn, zorgen we dus zelf voor ons eigen assortiment aan unieke gereedschappen. En dat is ook gewoon heel erg leuk. In Italië noemen ze dat Pietrasanta, dat is de heilige steen. Het is gewoon door zijn bijzondere fijne korrelstructuur en zijn hele mooie witte kleur. En hij is makkelijk te bewerken voor marmer, want je hebt ook een Portugees marmer, bijvoorbeeld een Aurora marmer, dat is dan wat grovere marmer met een hardere kristal, die is lastiger te bewerken. Dus deze marmer is gewoon fijn omdat hij zo fijn is van structuur, omdat hij toch compact is. Je kan heel gedetailleerd erin werken. En hij heeft een prachtige witte, bijna een beetje een transparant uitstraling. Ja. Dus als je hem je ziet echt, als je hem niet helemaal polijst, dat hij niet gaat spiegelen, neemt hij het licht een beetje op en geeft dat weer terug. En dat geeft hem zo die hele mooie, zachte, witte, roomwitte kleur. Dat is echt een geweldig mooi materiaal. Carrara marmer, ja, dat komt uit de bergen van Carrara. En daar wordt het uit de bergen gezaagd met diamantzagen. In hele grote blokken, van 30 ton. En die worden dan getransporteerd vanuit die bergen naar de zagerijen, waarvan een aantal zijn in Carrara. En van daaruit worden ze of verwerkt of verscheept naar China, Saoedi-Arabië, over de hele wereld. En wij kopen een aantal reststukken op, zeg maar, van de zagerijen. En dat wordt dan hier met vrachtwagens naartoe gebracht. Heel nieuw voor het museum is de bijzondere samenwerking met modeontwerper en beeldend kunstenaar Mart Visser. En Mart Visser heeft zich eigenlijk bezig gehouden met de styling van de tentoonstelling en daarbij de klassieke stijl van Mitoraj en het architectuur van het museum gecombineerd. En hij heeft eigenlijk zintuigelijke elementen toegevoegd, zoals blauwe scheidingswanden, een soundscape en een bijzondere geur. De tentoonstellingstitel Façade is geïnspireerd op het bijzondere masker voor op het duin van het museum, genaamd Light of the Moon. Theo en Lida Scholte, de oprichters van het museum, hebben veel van zijn werk verzameld. En in 1997 werd dan ook al een grote tentoonstelling georganiseerd met zijn werk onder de naam Eknematic Beauty. We spreken met een van de curatoren, Leana Julian, over deze bijzondere tentoonstelling. Well, I think the first exhibition really was a lovely introduction to the works of Mitoraj. But this exhibition is really celebrates the mask, the Light of the Moon, but also the works are monumental in this exhibition. So they're enormous works. And we are also representing some of his practice, so the way he works, by including a whole wall full of plaster works. So that shows how Mitoraj works. So it's a little bit like you might find in the atelier. And each one of those pieces, he's used models and he's named them after
the actual model who he used. The lips, for example, the big mouth is actually his mouth, exactly. Not all of the mouths are his, but that the really big one is. And so it's quite different in that it shows the practice of Mitarai. It shows his interests and like the fragrance he had in his studio, in his atelier. He had balls, oranges, with cloves pushed into them to create a fragrance in the space. And he would be listening to opera, and this was all to create that sort of creative energy in while he's working. So we're really trying to draw on Mitarai, the man, and bring that also to the exhibition. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. De tentoonstelling is inmiddels geopend en nog te zien tot 6 februari 2022. Hopelijk tot snel in het museum en tot de volgende vlog.